Goedemiddag. Welkom bij deze bijeenkomst en vooral eerlijke gesprek rondom het thema het ICT en hoe krijg ik mijn afdeling mee. Het is een beetje in het kader van Sinterklaas dat het op elkaar rijmt, hoor ik nu. Maar ik zou jullie graag welkom willen heten. We zijn drie gasten hier aan tafel. Luc van Schendel, Merlijn Zonneveld en Wilco Brouwers. Luc Schendel, misschien is het leuk om jou even als eerste het woord te geven en jezelf even te introduceren. Ja, ik ben Luc van Schendel, innovatieadviseur bij Suplu. Suplu is een ouderenzorgorganisatie in de regio Breda. En van oorsprong ben ik fysiotherapeut. En volgens mij ben ik niet de enige aan tafel die dat als oorsprong heeft. Via een omweggetje in deze rol beland. Waarin dit thema een van de uitdagingen was en soms nog steeds wel is binnen mijn rol binnen Suplu. Mooi, dankjewel. Welkom aan tafel. Merlijne Zonneveld, zou jij jezelf heel even kort willen introduceren? Oh ja, zeker. Dank voor de uitnodiging. Leuk. Ik ben Merlijne Zonneveld en ik ben manager innovatie bij Amaris Zorggroep. Welkom. En Wilco Brouwers. Ja, ook bedankt voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn. Ik ben Wilco. Ik werk als manager bij Baker Tilly IT Advisory. Dat is een hele mond vol. IT auditor van huis uit. Dus heel erg gericht op het controleren en beheersen van systemen. Maar in mijn carrière geleidelijk met zorginnovatie te maken gehad. En nu voornamelijk bezig om advies te verlenen bij het inrichten, het aan de voorkant juist inrichten van systemen. Waarbij privacy bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp is, maar allerlei andere blauwe dingen. En heel leuk om hier in dit verband de link met IT in te kunnen brengen. Ja, heel fijn. Dankjewel voor jullie aanwezigheid. Het eerlijke gesprek is eigenlijk een onderdeel van het programma van Setup. Daar zijn jullie natuurlijk allemaal al op enige wijze bij betrokken geweest. Of als innovatiemanager of Wilco hè, als expert. Het ZETUP-programma is ondersteunend aan de implementatie van duurzame oplossingen om technologie te gaan gebruiken om mensen langer thuis te kunnen laten wonen. En een van die thema's waar we tegenaan lopen in dit programma en waar we informatie ook al eerder over hebben gedeeld is natuurlijk over privacy en AVG. Want alle complexe vraagstukken van hoe krijg ik nou die omgeving veilig ingericht? Heb ik aan alles gedacht? Dat soort onderwerpen hebben de revue gepasseerd in de afgelopen 3 jaar nu al. Want we zijn aan het eind gekomen van de inschrijving voor de ZET-subsidie. Dat is nu het plafond is bereikt. Maar nu gaan we met elkaar aan de slag om het echt te gaan implementeren en het in gebruik te gaan nemen. En zodoende dachten wij ook van nou misschien is het toch wel weer goed om dat onderwerp eens aan te snijden. En wat bleek? Dat mensen toch wel veel moeite hadden om hierover in gesprek te gaan. Of om hier vragen over te stellen. En wij zijn toen eens eigenlijk gaan nadenken over het waarom. Waarom is het nou eigenlijk zo ingewikkeld om hierover het gesprek te voeren? Wat is er gaande, ja, zo zou ik het bijna willen zeggen, dat we hier met elkaar zoveel moeite mee hebben? Met de technologische kant of de privacy kant van het implementeren van technologie. En zodoende kwam het idee, laten we dat eerlijke gesprek te voeren met een aantal experts en professionals die hier dagelijks mee bezig zijn en die met ons mee, samen met elkaar, het gesprek kunnen voeren wat er nou speelt in de zorg rondom dit thema. En dan zouden we hem zelfs ook wat breder kunnen stellen. En niet alleen over AVG en privacy, maar wat speelt er nou als ik als innovatiemanager of als expert bezig ben met deze thema's, waar loop ik tegenaan en welke oplossingsrichtingen zijn er? Nou, dat is een beetje de introductie en de uitleg. En Luc, dat was ook, we hebben net een korte voorbereiding gehad, even de toelichting van waarom hebben we dit gesprek. Dat is echt eigenlijk om het open te breken en eens met elkaar te kijken wat speelt er achter de schermen bij de implementatie. En hoe kunnen we nou de mensen meekrijgen en met name ook hoe krijg ik de mensen van ICT hierbij betrokken?
Nou, dit is de eerste vraag. En dan Merlijn, ik zou die als eerste aan jou willen vragen. Je bent op vele manieren en wijzen al bezig met de implementatie. Wat is voor jou een eerste ervaring geweest in het samenwerken met de IT-afdeling? Nou, ik denk dat het al een beetje begint dat bij Amaris innovatie naast ICT is gelegd. Waarbij innovatie ook nog veel vrijheid heeft. Hè? Want wat we vandaag hadden, hadden we gisteren niet en morgen is het ook weer anders. En je had het over AVG en dat soort zaken. Dat is natuurlijk zware inhoud. Maar waar je vooral op ziet, is dat je soms op verschillende golflengtes met elkaar zit. Is hoe je daarmee omgaat. Dus ik denk, een van mijn eerste ervaringen is dat mensen van mijn collega's van ICT, en vooral de mensen die echt één taak hebben, namelijk die gegevensbescherming of wat dan ook, dat die daar heel erg strikt in zijn. En dat innoveren is eigenlijk altijd wel nieuw. Dus dat staat vaak niet in regels of wat dan ook. Dus wij zijn aan het kijken, hoe kunnen we het wel gaan doen? Hoe kunnen we er een list, zal ik maar zeggen. Dus je hebt best wel andere denkbeelden. Dat geldt natuurlijk alles wat ik zeg. En denk ik de rest ook zijn een beetje gechargeerd natuurlijk. Hè? Maar ik denk wel dat je andere denkbeelden hebt. Als ik denk van oké, in de cloud in Amerika mag niet, maar mag het wel. Zijn de collega's van ICT en dan vooral die AVG, FG mensen zijn heel erg bezig. Oké, dat is het nu en dat mag gewoon niet. En wat jij zegt, hè, de AVG-mensen, hè, dus zo kijk ik heel even naar Wilco, dat is ook wel heel erg jouw expertisegebied. Ja. Herken je dat? Ja, de AVG-mensen, dus wat zegt dat dan? Ik hoorde ook al Merlijn zeggen van zware inhoud, hè, mensen die dan strikt ook aan die zware inhoud blijven. Zo is de AVG helaas ook wel gelanceerd, hè, een aantal jaren geleden. Dus daar hebben we als maatschappij sowieso best een zware taak aan, dat zie je ook. Als je ziet hoe dat in organisaties vaak landt, dan zijn het inderdaad vaak personen die dat als een groot deel van hun takenpakket hebben en dat ook echt serieus nemen. Dat is op zich goed. Ja. Alleen de crux zit erin van wat Merlijn zegt, van hoe ga je ermee om inderdaad. Ik merkte ook toen die wetgeving er kwam dat vaak die hele strikte positie ingenomen werd. Ik zie gelukkig wel steeds meer, en dat is ook mijn advies, hè, dat je ook als je een AVG-mens bent, om het zo maar even te noemen, dat je echt wel oog kan hebben voor wat er wel kan in plaats van wat er niet kan. En dat zie je gelukkig ook wel steeds meer gebeuren, want dat is toch de weg die je op moet gaan. Soms helpt het om daar voorbeelden uit de praktijk, hè, best practices, soms, want daar ontbrak het in het begin ook aan, hè, van ja, ik wil een platform lanceren en inderdaad wat Merlijn zegt, ja, dan maak je ergens gebruik van iets waarvan de data toevallig in Amerika staat. Ja, is dat nou een groot ding of niet? Hoe kan je daar anders mee omgaan? Daar was ook in het begin helemaal geen jurisprudentie aan, zou ik zeggen, over. Hè? En dat is steeds meer. Dus organisaties die begrijpen wel van nou, op deze manier kan het wel. Dan zie je dingen wat vlotter gaan verlopen. Ja, mooi, dus dan is jurisprudentie eigenlijk helpend om wat meer vertrouwen te krijgen over hoe kan ik dit nou anders aanpakken dan strikt volgens het reglement. Ja. En aan de andere kant zou ik ook wel stellen, het strikt volgens het reglement binnen een zorgorganisatie toch ook wel prettig qua AVG en privacy en gegevens. Ja. Dus het is natuurlijk nogal een duaal probleem. Luc, even een vraag voor jou, want jij bent natuurlijk daar hier ook zeer actief in. En jij hebt volgens mij ook wel een bepaalde manier van doen ontwikkeld hierin. Kan je daar wat meer van vertellen? En ook wel aansluitend op wat Wilco en Merlijn net zeiden. Het lastige is natuurlijk, de wereld is niet zo zwart-wit als dat de wetgeving ons soms doet of daarin wil forceren. Je voldoet eraan of niet. Zo zwart is het niet. En als je hem wel zo zwart-wit gaat benaderen, als je voldoet aan de wetgeving, dan ben je wit. Dan zie je eigenlijk dat er geleidelijk aan allemaal olifantenpaadjes ontstaan.
door zorgmedewerkers die heel erg goed voor hun cliënt willen zorgen en die het beste voor hun cliënt willen en daar dan ook initiatieven in nemen, maar die daarbij dus geleidelijk aan steeds minder de mensen daarin meenemen die wel nodig zijn om zo'n product vervolgens goed in te richten. Heel praktisch voorbeeld, wij hadden een Chromecast ergens hangen. Dit gaat dan wat meer in op veiligheid van het netwerk, maar Chromecast ergens inhangen met een wachtwoord 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, daar wil je eigenlijk niet aan een open netwerk en al helemaal niet aan je gesloten netwerk hebben hangen natuurlijk. Dergelijke dingen zie ik ook wel bij AVG. Dus wat ik hierin doe, is dat ik enerzijds wat Marlijn zegt, van nou op zoek ga naar de ruimte bij de mensen die hier op privacy of beveiligingsfront verantwoordelijk voor zijn. En anderzijds ook zeker wel de zorgmedewerkers bewust maak, stapje voor stapje, wat voor regeltjes er allemaal zijn, zonder ze daarmee te belasten, maar wel om te zeggen, dit is waar we naartoe willen werken. En dat we daar nu misschien nog niet zijn, dat is nu eenmaal zo vanwege een pilot of vanwege wat de leverancier op dit moment kan of heeft. Maar we gaan wel daar naartoe. Dus door eigenlijk die twee werelden te combineren, dus de zorgmedewerker wat zicht te geven op die andere wat blauwe harde wereld. En anderzijds die blauwe harde wereld mee te nemen in, nou dit is nu een cliënt en dit willen we bereiken bij die cliënt. Breng je het dichter bij elkaar. Ja, dat is wel heel mooi. Dus je noemt eigenlijk ook al het wat een belangrijk onderdeel is van een oplossingsrichting, is eigenlijk het samenbrengen van de verschillende werelden, de verschillende mensen of afdelingen. Dus de zorgprofessional en de ICT-afdeling. Dat is nodig om met elkaar die stap te doen. Maar doen we dat ook? Zijn we dat met elkaar ook allemaal aan het doen? Gebeurt dat in de praktijk? Merlijne? Nou, ik denk wat het klopt wat Luc zegt. Ik denk waar we nu heel erg bezig zijn en waar met name een afdeling zoals innovatie mee bezig is, is om die brug te slaan. Hè? ICT verandert. Waar je vroeger was ICT heel erg van de nullen en de eentjes. En die krijgen steeds meer de rol, ook applicatiebeheerders, om de gebruikers uit te leggen hoe iets werkt. En ook weer bij de gebruikers, dus de zorg zou ik maar zeggen, op te halen hoe zij willen dat het werkt. Maar we zijn nog niet zo snel, want dat zijn mensen die soms al 20, 30 jaar hetzelfde vak zitten. En tegelijkertijd heb je datzelfde ook bij de zorg. Dus die brug slaan tussen die twee werelden, dat is een hele belangrijke, vind ik, voor innovatie. En dus goed begrijpen wat aan beide kanten. Dus soms wordt wel eens gedacht van ja, wij moeten met de Tessa's en de weet ik veel wat allemaal komen. Ja, ook dat, wij moeten natuurlijk wel met slim inkomen, weet ik veel wat. Maar een bodem kweken waarop zoiets kan landen, of het nou een pilot is en dat pas voorbereiden voor het opschalen. Ja, dat vind ik echt een hele belangrijke taak voor innovatie. Mm-hmm. Dus dat zit een stukje begin. Maar ook een stukje overredingskracht. Pilot van nu, gecombineerd met de focus van waar gaan we naartoe. Dus ik denk dat wij een soort mediator moeten zijn. En dat doen we natuurlijk ook niet altijd goed, maar... Heel vaak wel. Toch? Ja, jij zegt het. Ja, je doet geweldig. Nee, maar ik denk dat is wel een goede. Ja, een goede. Ik zie die beweging ook in organisaties. Ik zie ze ook bij leveranciers overigens. Want die begrijpen ook wel hè, waar de zorg mee worstelt. En die denken ook mee. Die doen ook wel constructief mee. Natuurlijk, hè, we weten dat ze hebben een bepaalde machtspositie. En dat is soms ook lastig om mee te dealen. Maar daar zie ik ze wel stappen maken. En die brug, zoals we het noemen. Dat zie je of vanuit innovatie mensen. Hè, soms zie je het ook al vanuit ICT zelf ontstaan hoor. Wat kleinere organisaties waar gewoon maar een paar IT'ers rondlopen. Die inderdaad een veranderende functie krijgen. Omdat IT hè, veel minder van de kabeltjes is. Maar veel meer van regie voeren, populair gezegd. Hè, dus uitbesteden en dan maar zorgen dat het draait zoals je zou willen. Die veranderen gewoon ook wel in dit soort trajecten. Want we hebben het telkens over AVG, maar dat zijn ook de mensen die
ook beheerrichtlijnen en implementatierichtlijnen in de gaten houden en die iets gecontroleerd in productie willen nemen, hè, zoals dat zo mooi heet. En dat is eigenlijk hetzelfde fenomeen, of je het nou hebt over een FG die eerst toestemming wil hebben voordat iets gebruikt wordt in zijn systeem, hè, een toestemmingscheck, of je wil een beheerder die gewoon wil weten van hoe gaan nu wijzigingen lopen in een systeem en hoe beheersen we dat. Het is precies hetzelfde fenomeen. Het is een beetje toch het verhaal van de mensen die een beetje aan de kar hangen, hè, terwijl er aan de voorkant mensen trekken en die af en toe even moeten meeduwen en dan weer op tijd eventjes toch terugtrekken van, oh, wacht even, nou ga je iets te snel. En dat zie ik wel steeds meer ontstaan, gelukkig. Ik ben er wel heel blij mee, hoor, Wilco, want ik ga soms veel te snel en dan, ja. dan ga ik heel hard. En ook een beetje in de wetenschap dat anderen wel weer gaan remmen of dan wil ik al piloten en anderen willen het hele proces van hoe sluiten we iets af als medewerkers uit dienst gaan die bij de pilot betrokken zijn. En ik denk dan, ja, dan hebben we in 2022 nog niet gestart. Ja. Weet je wel? Dus je vult elkaar ook aan. En dat kan ook. Ik kan mezelf die vrijheid soms ook gunnen, omdat ik weet dat ik ook collega's heb die dan nog zo'n soort sanity check doen. Dan is het helemaal handig. Ja. Dat vind ik ook alweer fijn. Dus je went langzamerhand ook aan elkaar. Soms moet je een beetje kriebelig van elkaar, maar je went ook wel aan elkaar. Ja, ja, en spreek het vooral ook uit. Hè? Dat voorbeeld zo van de een die aan de kar hangt en de ander die je moet trekken, dat benoem ik regelmatig hoor bij klanten. Van, nou, en dan zeg ik van ja, je moet begrip hebben voor elkaar. Hè? De een wil heel hard rennen, maar die wordt er toch ook, die moet je ook een beetje dwingen tot zijn of haar eigen geluk. Want die wordt ook wel gelukkiger als die op tijd wel het vingertje omhoog naast zich ziet van, oh, pas op, hè, want nu ga je te hard of je vergeet iets. Maar dat is een interessante nieuwe balans die ontstaat in alle organisaties, hoor. Dat is veel breder dan de zorg alleen. Luc, wilde jij reageren? Ja, het begint inderdaad met elkaar vinden. En bij voorkeur ook wanneer dat kan, nu met COVID is dat wat lastiger, maar een ruimte delen met elkaar. Zodat je elkaar niet alleen ziet wanneer er gedoe is, maar dat je elkaar ook daarbuiten ziet. En als ik kijk naar Surplus, wij zaten op twee en zitten geleidelijk aan, eigenlijk nog steeds wel op twee verschillende locaties. Maar we vinden elkaar steeds meer op één van de twee locaties. En dat zorgt ervoor dat buiten dat je elkaar op werkvlak wat beter snapt, maar dat je elkaar op persoonlijk vlak ook wat beter snapt. En dat je ziet dat degene die aan de kar hangt uiteindelijk ook gewoon het beste wil voor de cliënt. Net zo goed als dat ik dat bijvoorbeeld wil. Waar aan die kar zit je? Met welk doel zit je waar op die kar? Ja. Dat verschilt wel. En daardoor ontstaat er wel meer begrip. Mooi. Overigens aan twee kanten. Hè? Want we hebben het nu over hoe krijg je de ICT-afdeling mee. Maar eigenlijk hoop ik dat er binnen ICT-land ook wel eens gezegd wordt van hoe gaan we nu op een goede manier om met onze innovatieafdeling. En dat daar ook constructieve gesprekken over zijn. Bij Amaris is het eerstvolgende uitje is IIA. Dus automatisering en innoveren. Ja, die stelde ik laatst bij ons ook voor. Ja, nou, bij ons, wij gaan dus, ik heb net de drie managers hebben overlegd, maar we gaan ook nu een uitje. Ik vermoed dat we morgen gaan horen dat het niet doorgaat. Maar in beginsel gaan wij dus met de hele club weg. En dat vind ik echt superleuk, sowieso omdat we elkaar te weinig zien. Tenminste, behalve via een beeldscherm. Maar ik denk dat dit moet gewoon soepel lopen. We komen elkaar zoveel tegen en zoveel verschillende competenties qua kennis, maar ook qua vaardigheden. Hè? Dus de IQ, de EQ op alle fronten moeten elkaar versterken. Ja. Nou ja, dan kom ik toch weer even vanuit de blauwe kant. Hè? Maar een heleboel regeltjes die er nu bestaan, die maken dat ook wel prima mogelijk. Hè? Dat je in een projectaanpak ook bepaalde checks gewoon inbouwt. En dat echt gewoon letterlijk in een projectplan staat van je moet het afstemmen met de FG bijvoorbeeld. En er moet, hè, als er iets wezenlijks gebeurt met data, moet er eerst een impact assessment gedaan worden. En daar, ik merk wel, zeg maar, in de praktijk dat als je dat een paar jaar geleden noemde,
hè, dan innovatoren, nou die waren gelijk helemaal dwars, hè, want die ik ga dat allemaal niet doen en dat werkt vertragend. Terwijl je nu ziet dat ze dat echt, dat ze het echt gaan opnemen in hun aanpak ook. De contactmomenten en ook laten we even samen zitten, laten we even iets vastleggen, want ja, alleen al de privacywet, die biedt ook wel mogelijkheden als je goed over dingen nagedacht hebt om toch... Als je wil, hè? Ja, om toch bewust bepaalde risico's tijdelijk te accepteren. En daar iets anders tegenover te stellen bijvoorbeeld. Of iets compenserends te doen. En nou, dat meedenken moet je op tijd doen in een traject. Want dat gebeurde altijd te laat. En dat zie ik wel echt veranderen. En is dat dan nodig dat je zo'n procesomschrijving, hè? Merlijn, ik hoorde het jou noemen ook van we hebben een pilotomgeving of we zijn met pilots bezig of je bent in een duurzame implementatiemoment bezig. En dat zijn natuurlijk allemaal weer andere regels. Is het nou nodig dat er zo'n procesomschrijving voor iedereen uitgeschreven is en dat de richtlijn is die we met elkaar volgen? Dus dan ga je misschien weer hetzelfde creëren. Hè? Yeah. Want ik moet wel denken, dus vind ik altijd wel een mooi gezegde. Toen ik in een andere organisatie werkte, had je een afdeling en die heette processen. En zij hadden een proces gemaakt voor het aanvragen van een proces. Ja, en dat, dat zit in, typisch als ik, zit dat in de allergie. Hè? En dat is ook goed hoor, want dat is juist wat je... Dus ergens had ik hun ook wel nodig, maar ik moet dan altijd denken aan het gezegde. Geef iemand een hamer en hij gaat op zoek naar een spijker. En dat is... En dus eigenlijk, Sanne, stel je voor om een nieuwe hamer te ontwikkelen. Ja, goed idee, hè? Ja. Het is een bord vol goede ideeën. Ja. Nee, maar een heel goed punt. Niet meer vast. Nee, exact. Dus wat is belangrijk? Wat is een positief tegenovergestelde van zoiets? Dus dat is wat wij nu doen, ja. Eigenlijk elkaar zien. Ja. En diezelfde balans geldt ook. Dat de zorg zegt altijd ondersteunend dienst of ICT is niet belangrijk. En ICT zegt de zorg begrijpt er niks van. En wij, weet je, wat je wel ziet, het groeit wel langzaam naar elkaar toe. Dus wat we ook nodig hebben is tijd en begrip. En soms ook even niet. Maar er is echt een proces bezig. Dus dat moet ook even... En volgens mij is de wereld dus zo complex geworden. Je kan natuurlijk zeggen innovatie is een trend. En dat hebben we nu en over 5 jaar. Dan zit dat in de afdeling. Of in de INA afdeling verwerkt. Of zit dat in de zorgmedewerker verwerkt. Maar de wereld is zo complex op dit moment. En ik verwacht over 5 jaar dus nog steeds wel. Dat er dus mensen nodig zijn die tussen dat stukje van ICT en INA en zorg inzitten. Omdat het simpelweg te complex is om vanuit een zorgmedewerker te vragen, snap onze kant dan vanuit ICT of andersom. En dan hebben we nu zoomen we wel heel erg op ICT, maar dat kan net zo goed met vastgoed of met andere diensten. Ja. Je bent eigenlijk als, zoals ik het samenvat, hè, wat jullie nu eigenlijk benoemen, is dat een belangrijke pijler met name is dat we tijd nemen. Geduld een beetje hebben ook, om elkaar te ontmoeten, elkaar te zien en te horen, elkaar te spreken, zodat we elkaar ook leren kennen en van daaruit kunnen verkennen wat er nodig is om vervolgens invulling te geven aan de uitdagingen. Zou ik daar, is dat een samenvatting? Ja. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat als er mensen nu dit dan nu zo meekijken, dat je dan ook, en het gaat niet zo lekker, dat je dan ook denkt van ja, nogal wieders, lekker open deur. Ja. Maar hoe doe je dat dan? Ja, nou, dat is een mooie vraag. Wilco, heb jij daar een tip in? Ja, ik denk dat, ik denk dat het start om, als dingen niet lopen, om toch te kijken of je ergens een bruggenbouwer hebt. Iemand die dat... tijdelijk kan doen. En dat kan vanuit een hele verrassende hoek komen hoor, in organisaties. Dat iemand opstaat en die zegt van nou, ik zit ermee, het loopt niet lekker, ik wil daar iets aan doen. Het kan ook vanuit hogerop, vanuit bestuur komen. Of je kan ook tijdelijk zeggen van nou, we halen even externe stuwkrachten naar binnen. Maar ik
er moet in ieder geval een persoon toch, dat vind ik meestal het fijnste werk, een gezicht komen die zegt van ik ga me erom bekommeren. En ik begrijp bij de kampen wel, om maar even op kampen te noemen dan. Hè. Mm-hmm. Ik ga gewoon eens luisteren en op een rij zetten van wat nou de dingen zijn die spelen. En met alle partijen eens kijken wat er dan aan kan verbeteren. Daar start het toch altijd mee. En er hoeft echt niet een uitgebreid project te zijn. Maar aandacht maakt alles mooier, zeg ik altijd maar. Dus als je überhaupt al gaat luisteren en je gaat wat dingen gewoon handig structureren, pakken, het wemelt van de plaatjes van als je zorg wilt innoveren, heb je met al deze dimensies te maken. Pak die er eens bij. En hoe zit dat dan bij ons nou eigenlijk? Want inderdaad, is de zorg nou wel zo goed aangehaakt als wij denken? Of luisteren wij wel naar de patiënt? Hè? Dat soort dingen. Zet dat nou allemaal eens op een rij. Of al specifiek op privacygebied. En ga daar met elkaar naar kijken. Daar start het toch mee. Als je dan vervolgens zegt van ja, hoe kan je er wel een soort structuur voor bedenken? Ja, dat is heel situatieafhankelijk. Een beetje open deur natuurlijk. Om dat te roepen als adviseur. Maar ja, dat is toch ook echt wel zo. De situatie waar Marlijn in zit met toch apart vrijgemaakte mensen voor innovatie is echt wel wezenlijk anders. Dan wanneer je gewoon überhaupt geen innovator rond hebt lopen. Maar dat je gewoon ideeën vanuit de vloer wil beetpakken. En door een projectleider wil laten implementeren. Dat is wel heel anders. Wij hadden het ook 1,5 jaar geleden niet, hè? Dus wij zijn ook gestart met de Coalition of the Willing, zou ik maar zeggen. Ja. En kansen grijpen, positioneren en de positieve dingen aandacht geven. Maar ook eerlijk zijn over wat nog niet goed gaat. En heel hard werken. En iedereen er maar bij betrekken. Dus ja. Dat zeg je eigenlijk met een beetje een zucht, hè? Heel hard werken. Ja, dat is het natuurlijk, want het gaat helemaal niet om innoveren, jongens. Het gaat om veranderen. En iedereen die verandert, heeft daar op een bepaald punt, niet iedereen, maar veel mensen hebben op een bepaald punt, hebben ze even moeite mee. Hè, ergens zeggen we ook wel eens, we zijn allemaal van de draaitelefoon naar de smartphone gegaan, maar daar hebben we ook een tijdje over gedaan, hè? En nu zitten we in een of andere... Dan moet het allemaal heel snel. Ja. Snelkooppan. Snelkooppan, dankjewel. Ja. En aan de ene kant moeten we... er is niks zo fysiek als COVID-zorg. Hè? Gewoon aan het bed. Ja. En tegelijk met alles digitaal. Dus we moeten ook gewoon erkennen... Daar begin ik heel veel overleggen. Begin ik mee, hoe is het met jullie? Hoe voel je je? Want we zijn niet alleen nou aan het werk. We zijn ook mensen die voor de vierde golf ingaan. Of weet ik veel wat. En dat stukje begrip... Daaruit komt heel vaak heel veel moois. Mooi. Ja. Het stukje begrip komt heel veel moois. Ik vind het een mooie. Luc, die opmerkingen gaat niet om innoveren, maar om veranderen. Die raakte mij in ieder geval. Wat deed het met jou? Ik heb wel eens tegen mijn opdrachtgever binnen Surplus, een van de managers, bestuurder, gezegd van joh, ik heb eigenlijk helemaal niet de opdracht aangenomen als verandermanager van ondersteunende diensten, maar stiekem merk ik dat wel een beetje. Mm. En niemand heeft mij die opdracht gegeven, niemand was zich daar bewust van dat moest misschien of dat we daar tegenaan zouden lopen. En tegelijkertijd is dat echt wel hetgene geweest waar ik veel energie in heb moeten stoppen. En wat Merlijne die zucht, die herken ik daar ook wel in. En echt wel, dat was gewoon niet altijd leuk. Ondanks dat je, dat je heel veel moeite doet om elkaar te begrijpen, lukt dat soms toch nooit zo? Of kom je er vanuit, innovatie is vaak een afdeling die redelijk recent is ontstaan. En die wordt er ineens ingefietst omdat iemand beslist van nou, daar moeten we toch iets mee. En die staat heel vaak inderdaad naast de INA-afdeling. Ja, dan sta je al met 1-0 achter. Hè? Dus eer dat het dan gelijk spel is en eer dat je dan samen dus kan optrekken, dat kost veel moeite. Ja. Maar eigenlijk zeg je dat niet. Je bent verandermanager. Kijk, omdat we met innoveren bezig zijn, denk je de I van, dat is techniek, dus dat zal allemaal wel goed gaan, maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Je bent meer verandermanager, en of het nou over nieuwe zorgconcepten gaat, of wat dan ook,
je bent bezig van A naar B te gaan. Terwijl vaak zit het in de aderen van ICT, heb ik het gevoel. Daar ze ontwikkelen heus wel hoor, maar ook gewoon het beheersorganisatie. Hè? Dat zeggen we ook, we zijn bezig aan het spelen en dan beheer, oh dan komt ICT. En beheer staat natuurlijk, als je het heel plat ziet, staat beheer weer haaks op veranderen. Ja, dat is wel een mooie. Wilco, als jij dat zo hoort, hè, want volgens mij zit er ook heel veel beweging, dat noemde je net al, dat er veel beweging ook is vanuit de ICT. Je noemde ook al de technologiepartijen. Die hebben we eigenlijk nog niet, we hebben het nu heel erg over intern. Wat zie jij voor een rol voor de technologiepartijen in dit spanningsveld? Nou, je ziet, technologiepartijen gaan natuurlijk steeds meer de hele inrichting voor hun rekening nemen. Hè? Dus die bedenken wel hoe het zou moeten zijn. En in ons vakgebied, hè, van informatiekunde is dat soms best wel dwars op de, hè, wat een systeem dat implementeert naar de wens van een gebruiker. Dus de gebruiker moet je eerst goed laten verzinnen hoe zo'n systeem moet werken. Dan maak je het pas. Dat draait een beetje om. En dat is op zich voor de zorg niet verkeerd, want elke organisatie is misschien uniek, maar toch ook weer niet zo. En zeker als je kijkt wat we landelijk in de zorg als uitdaging hebben om te koppelen en informatie uit te wisselen, ja, dan moeten we gewoon, daar ben ik wel van overtuigd, naar veel meer standaard functionaliteit, hè, voor bepaalde onderdelen. En dat vind ik een goede ontwikkeling, want dat ontneemt die ICT'ers vaak ook precies aan de beheerskant van een hoop onrust. Hè, want die hoeven geen maatwerktoestanden of andere koppelingen meer in de lucht te houden, want dat is voor ze verzonnen. En ze moeten alleen binnen de kaders die een leverancier biedt zorgen dat het zo goed mogelijk op de organisatie afgestemd is. Want je kan natuurlijk heus nog wel slimme dingen inrichten en schermen net anders kiezen of jouw proces loopt net even anders. En dan maak je het helemaal op maat met gebruikers. En nou, dat is precies die, dus meer van beheersen naar regievoering, wat gelukkig steeds meer gebeurt. En dan is het verrassend, want dan zien we toch vaak dat ICT'ers, ja, ik zou haast willen zeggen, opbloeien ook. Na heel lang bijvoorbeeld in zo'n rol te hebben gezeten. En nu zien van, hé, een aantal dingen worden me uit handen genomen. Maar ik omarm de kans wel om meer met de gebruiker te kijken van hoe gebruiken we die toch meer standaard systemen nou goed. En hoe... Heb je daar een voorbeeld van? Want ik luister naar je en ik kan er altijd heel, heel erg van genieten. Maar het is ook wel heel theoretisch. Kan je een voorbeeld geven? Ja, maar kan je. Ik snap hoe je hem omschrijft, hè, vanuit de technologie. Feitelijk de externe partij. En die heeft al een idee. En daarvan zeg jij, nou, dat is een goede partij om die ICT eigenlijk ook weer naar die andere rol te krijgen. Nou, het klinkt ideaal, want het is ondersteunend voor de innovatiemanager. Hè, die wil van alles veranderen en probeert maar te sleuren en te doen. En is daarmee bezig. Hoe vindt dat dan plaats? Heb je een voorbeeld? Ja hoor, ja. Waar je al een heel eind bent, is gewoon de inrichting van EPD's. Hè, de patiëntendossiers zelf. Want er zijn echt een paar goede leveranciers nu die een goed concept hebben staan. Waar je eigenlijk met wat specifieke aanpassingen voor jezelf, hè, in schermen of manieren waarop je dingen benoemt in applicaties. Maar dan kan je het vrij standaard implementeren. En ik vind een mooi voorbeeld wat nu op komt zetten zijn alle portalen naar cliënten toe. Hè, ook door subsidies gedreven, maar leveranciers pakken dat ook wel op. Die richten bepaalde standaardportalen op. Zorgen dat het koppelt met landelijke standaarden. Waar je misschien 10 jaar geleden in de zorgwereld hele IT-projecten per instelling zou gaan optuigen. Om maar te zorgen dat cliënten kunnen inloggen op een site waar dan jouw data staat. Nou, dat hoef je eigenlijk niet meer opnieuw te verzinnen. Als je een cliënt, hè, volgens de wettelijke plicht die nu geldt, gewoon inzichten zijn of haar gegevens wil bieden, ja, dan hoef je niet zelf iets te bouwen. Daar kan je gewoon dingen voor uit de markt plukken. Maar dat uit de markt plukken, Merlijn en Luc, allebei even een vraag voor jullie. Wie doet dat bij jullie in de organisatie? Wie plukt deze voorbeelden die Wilco nu noemt uit de markt? Soms denk ik wel eens iedereen. En dat is op zich ook goed. En ze komen eigenlijk wel vaak bij mij terecht. Ja. En ik bespreek ze dan wel met... we doen een soort voorselectie. Hè? Een beetje, is het een eenpitter? Is het iemand die gewoon... Ja. Nou, weet je, dat soort dingen.
is het de proof of concept. Daarmee hou je weer rekening als iets heel erg nieuw voor ons is. Als organisatie wil je iets meer richting proof of concept. Ja. En dat is wel leuk, want dan komt toch, ja sorry, maar dan komt die blauwe kant even terug. Hè? Want ik zeg ook zeg van, nou dan check ik wel even toch een paar dingen. Nou, dat is nou een mooi voorbeeld van iets wat je dan toch een beetje blauw kan inrichten. Dat je op zo'n moment, je hoort of ziet iets, je denkt, hey, daar gaat een afdeling met iets aan de gang. Ik weet nog niet of het gezond is of niet, of dat wel een beheersbare oplossing is. Nou, trek er iemand van ICT of de FG bij en ga samen door een bepaalde checklist heen om in ieder geval aan de voorkant te borgen dat je geen al te verkeerde beslissingen neemt. Dat is een leuk blauw voorbeeld eigenlijk wel. Ja, sorry, Marlijne. Daar neem ik wel in mee wie er met het idee komt en wat de kosten zijn enzovoort enzovoort. Want als bijvoorbeeld een case manager dementie ergens mee komt, wat niet heel veel impact heeft of wat dan ook, en het helemaal team heeft besproken, of haar team dan, hè, en dan is er zo'n positieve vibe. Dan ga je geen domme dingen doen, maar dan ben je wel weer eerder genegen om even te kijken van, goh, zij hebben natuurlijk ook veel meer kennis dan ik. Dus er zijn wel een aantal factoren die je meeneemt. Kan je die zo opnoemen? Want je noemt, ik hoor, laat ik het zo zeggen, financiën is belangrijk, de checklist op de beheersbaarheid is belangrijk. De kosten natuurlijk, de impact, of het helemaal nieuw is of niet, hè? Of wij helemaal nieuw willen beginnen, maar ook komt het uit een beroepsgroep of functiegroep, of hoe je het wil noemen, die eigenlijk heel erg anti-vernieuwen is en dan ineens hebben ze iets bedacht van, maar dit zien wij wel zitten voor een cliënt. Hmm. Dan moet het niet iets heel erg... Dat is eigenlijk is dat vaak ook wel, dan is het ook wel echt iets goeds. Dan willen ze gewoon iets proberen met stappen tellen en dat combineren met ideeën over of mensen minder verzin het allemaal maar. Dus dat neem ik ook mee. Oké. En er is nou één partij die ik zeg maar in dit hele verhaal nog niet heb gehoord als stakeholder, die belangrijk is in het bepalen van wat gaan we nou doen. De patiënt, cliënt, welke technologie is er nodig? De zorgprofessional. Mm-hmm. Die nemen wij ook mee hoor, die nemen wij ontzettend mee. Ja, dus daar ben ik benieuwd naar. Dus Luc, hoe doen jullie dat? Hoe geven jullie het vorm? Nou ja, bijvoorbeeld in overleggen met cliëntenraden en om daarin een voorbeeld te geven. Dit is dan even een intramuraal voorbeeld, maar intramuraal gaan we slimme sensoren, camera's eigenlijk inzetten. Ja, dat kan niet anders dan dat je daar goede gesprekken over moet voeren. Natuurlijk enerzijds met intern met de FG, maar ook wel hoe ga je al die verbindingen beveiligen. En hoe ziet de infrastructuur er eigenlijk uit? Maar zeker ook met de cliënt. Omdat de impact daar nogal groot is. En als dat lastiger is met de cliënt, dan met de familie van de cliënt. En dat heeft er in dit geval voor gezorgd dat ik eigenlijk individueel met de pilotafdeling, met elk familielid afzonderlijk, of tenminste met elk afgevaardigde van de familie, afzonderlijk gepraat heb om het verhaal goed uit te leggen. Omdat een camera ergens plaatsen, ondanks dat die niet als camera wordt ingezet. Ik kan me voorstellen dat daar nogal wat vraagtekens bij te plaatsen zijn. Ja. En ik denk wel. Alleen nu zo'n gesprek, of neem je iemand van de zorg mee? Dus de zorg die daar niet iedereen, maar er zijn een aantal van goed op de hoogte van hoe dat het precies werkt. En ook hoe het beveiligd is en dat soort dingen. Die gesprekken heb ik toen alleen gevoerd, zonder zorgmedewerker. En misschien met een zorgmedewerker is dat nog wat krachtiger wellicht. Ik merk ook dat plannen, dat is met alle wisselende diensten best wel een ding. Maar goed, op die manier dus de cliënt ook meenemen. Mm-hmm. Jij zegt wel iets heel belangrijks, hè? Plannen. Want ik zie volgens mij Marlijne en Wilco allebei heel driftig knikken. Het regelen van alle partijen en het hoe zeg je dat? De ruimte bieden om de mensen mee te nemen in dit proces. Man, dan ben je bijna de hele dag bezig met plannen. Herkennen jullie dat? Ja, en ook wel dat. Ik heb wel eens een keer een overleg gehad met zorgmedewerkers en dat ze zeiden van.
Goh, ja, dat we dan, ik durf het hier bijna niet te zeggen, maar ja, dat jij hier dan tijd voor vrijmaakt en dat we dan met jou mogen praten. Dus enerzijds een overdreven bescheidenheid aan de kant van de zorgmedewerker en anderzijds een overdreven drukke agenda van ondersteunende diensten in sommige gevallen, waarbij ik denk van ja, maar waarvoor doen we het nu eigenlijk? Voor de cliënt en dan vervolgens voor de zorgmedewerker en dan daaraan ben ik ondersteunend en net zo goed al die collega's ook. Dus in principe is de agenda van de zorgmedewerker vind ik belangrijker dan nou, die van de manager van IT of zo. Ja, toch werkt het vaak wel wat anders natuurlijk. Dus wat jij eigenlijk omschrijft, is jouw aanpak is eigenlijk eentje die heel individueel georiënteerd is met de mensen persoonlijk te betrekken, daar tijd voor vrij te maken, mensen mee te nemen, te informeren, de zorgprofessionals daarin mee te nemen. Daar ben je dus inderdaad veel tijd mee bezig. Ja, en dat heeft dan als gevolg dat als er gedoe is, en dat is er altijd, dat ik dan een aantal potjes kan breken. Dus dan stopt het niet ineens. Zowel aan de kant van de zorgprofessional, zorgmedewerker, als aan de kant van de ondersteunende diensten. Dus je moet gewoon eerst heel veel potjes maken. En dan vervolgens weet je van ja, ze gaan vanzelf een keertje vallen. Maar dan moet je er wel genoeg hebben staan. Herken je dat, Marlijn, als aanpak? Zo ook wat jij doet, hè? Dat is, vind ik nu zo vervelend dat je er niet op uit kan. Nee. Maar in principe wil je zoveel mogelijk erop uit. Ja, absoluut. Ja, je wil ook gewoon levelen met ze. Nogmaals, je hebt natuurlijk een bepaald clubje op een gegeven moment waar je wat meer contact mee hebt. Ik vraag hun toevallig vanochtend ook weer van, jongens, wat is nou de beste manier om jouw collega's te benaderen? En dan komen ze ook alweer met tips of wat dan ook. Maar wat Luc doet, dat doen wij ook. Gewoon ernaartoe is niet altijd mogelijk, maar wel ernaartoe. Laten zien dat je er ook bent. Ja, en ik merk dat dat wel erg gewaardeerd wordt. En ook in deze tijd, want toevallig was ik gisteren nog op een locatie met nou ja, wat gedoetjes. We willen dingen voor cliënten en dat lukt niet. Kun je eens meekijken en dan ben ik daar een beetje als de handige schoonzoon soms aan het meekijken van ja, kun je dit niet proberen, kun je dat niet proberen. En aan de andere kant, op dat moment hoor ik dus ook een heleboel relevante dingen die we zorgorganisatie breed anders moeten gaan inrichten. En dat had ik niet gehoord als ik niet op locatie was. Ja, en kan het ook niet ineens oplossen, want daar heb je een heleboel mensen voor nodig. Zeker ook vanuit de IT-kant, die daar ook op een goede blauwe manier naar kijken. Maar dat ophalen, ja, daar zie ik nu van, ja, dat moet ik toch echt op locatie doen. Dat onderschrijf ik heel erg, Luc. Dat mis ik zo. De informatie die je binnenkrijgt als je naar binnen loopt, hoe men met elkaar omgaat, ik mis dat enorm. Als er ergens een uitgeleide is, dan ga ik ook altijd daar staan. En dan praat je even met die mensen, zie je hoe ze ermee omgaan, hoe aangeslagen ze zijn of juist weer niet. Of dat, hè, het doet gewoon even iets. Ja. Ja, en in die zin denk ik ook belangrijk wat Luc zegt. Je noemde het woord proberen ook, hè, van daarbij de schoonzoon die dingen gaat proberen. Weet je, je bereikt zoveel als je die uitstraling kan. Ja, niet dat je alleen maar als de ideale schoonzoon rond moet gaan lopen, Ik geloof dat maar het een beetje de andere kant op gaat, dit gesprek. kan ook geen kwaad hoor, overigens. Maar nee, wat ik bedoel is van als zij begrijpen dat je daar niet komt met de silver bullet, zo gaan we het doen. En zo moet het ook, want dat is precies zoals het moet. En zo, dan zijn we goed bezig. Maar je gaat dingen proberen samen met ze. Dan ga je echt naast ze staan, zeg maar. Want dat verschil heb ik wel in de loop der jaren gemerkt. Dat zorgmedewerkers toch vaak ook het idee kregen. En er zit een beetje achter wat je zei, Luc, van die valse bescheidenheid misschien ook hoor. Van ja, het wordt daar allemaal maar verzonnen. En dat moet je wel doorbreken. En dat doe je ook door zo rond te lopen. Maar ook wel wat je houding is op zo'n moment. Ja, en wat je dan vervolgens ophaalt,
is ook voor de IT ontzettend belangrijk. Ja. Ja. Dus gaten in netwerken, nou ja, ja. Dat er wachtwoorden zijn met welkom 1, 2, 3. Of dat iets op dit moment nog niet zo goed beveiligd is, maar dat we daar wel naartoe willen werken. Ja. Voordat we hem heel breed gaan inzetten. Ja. Dat is volgens mij ook wel hoe nou ja, een van de voordelen die een organisatie met mensen vanuit innovatie of met mensen die zich een beetje op dat vlak begeven, die voelsprieten in de organisatie. Ja, heel vanuit de IT-kant heel belangrijk. Nou, ik denk, dat zeg je terecht, door de voelsprieten en ook gewoon het type houding. Want dat is helaas nog wel zo, ICT-medewerkers die zoiets tegenkomen en dat zit gewoon in hun aard. Als die ergens lopen en ze zien slecht omgaan met wachtwoorden of ze zien bepaalde dingen, kunnen ze in een heel belerende houding schieten. En dat kan je ze ook niet helemaal kwalijk nemen, want ze zijn helemaal daarin ondergedompeld. Ze hebben letterlijk de pijn ervaren van wat er kan gebeuren als dat soort dingen misgaan. En gewoon een innovator die een wat andere achtergrond heeft, die kan daar gewoon op zo'n moment anders de boodschap brengen. En dat is dat is het bruggenbouwen feitelijk, hè, waar we het over hebben. Wat een IT'er dan soms gewoon lastiger lukt. Daar heb ik wel even een vraag voor Luc. Voor jullie allebei. Maar want wij gaan ook veel naar de locaties toe, hè, vanuit innovatie. Heb jij de indruk dat jullie dat meer doen dan de ICT-afdeling? Nou ja, daar durf ik wel een bitcoin op in te zetten. Ja. Als ik hem zou hebben. Maar, zou dat niet ook een deel van de oplossing zijn? Ja, dus een van de dingen die ik binnenkort hopelijk voor elkaar heb gekregen, is dat er we hebben een soort wens ergens op een locatie. En die wens daar is. Daar zit ook een hobby-IT-kantje aan. En het lijkt mij ontzettend leuk dat iemand van onze ICT helpdesk bijvoorbeeld, die ongetwijfeld, daar zullen er tussen zitten die ook IT een beetje als hobby hebben thuis met domotica of weet ik veel, programmeren, dingen op de computer in elkaar zetten. Dat hij dat tijdens zijn werkuren ook een keertje kan doen en daarmee nog dichter bij de zorg een keertje komt. En tegelijkertijd wel in een veilige omgeving voor hem. Hij gaat iets doen. Waar hij zich bekwaam in voelt, maar wel op een plek waar hij naast een zorgmedewerker staat en waar hij ook direct vervolgens iets voor die cliënt gaat opleveren. Goed, dat is ook een eerste, voor zover ik even me kan herinneren, een eerste keer dat ik zoiets vanuit zo'n hobbyprojectje start en dan verbind. Maar als je erover gaat dromen, ik ben wel heel benieuwd wat dit gaat opleveren. Ja, ja. Het is wel een hele mooie, heel mooi voorbeeld. Je noemt het een hobbyprojectje, maar dat proeft ook gewoon nog naar iets wat we moeten leren van proberen, oefenen. Collega Janneke de Groot die noemde vorige week een voorbeeld van het falend vooruit. Hè? Dus dat je af en toe dingen goed doet, soms fout doet en dan wel vooruit gaat met elkaar. Dat heeft dit ook in zich. Weet je? Dat je mag in een veilige omgeving, dus veiligheid, een veilige, niet alleen maar AVG-technisch veilig, maar in een veilige omgeving dat je niet meteen door iedereen aangekeken wordt enzovoort. Ja. Dat het op die manier uitgeprobeerd mag worden. Dat is volgens mij... zijn ook wel weer termen die belangrijk zijn bij zo'n soort fase, bij zo'n soort ontwikkeling. En volgens mij is het voor veel ondersteunende diensten die op een kantoor werken. En voor de een is het overigens vastgoed, zie ik dat die veelal wel gemakkelijker ergens naartoe gaan. Doordat je daarvoor ook gewoon ergens naartoe moet. Maar dat de drempel om een afdeling op te gaan, en die herken ik overigens zelf ook, als ik toen ik net in de organisatie kwam, als je dan zo, zeker als de afdeling druk is, als je daar dan opkomt, of als je voelt je niet zo, je voelt je al gauw te veel. Ja. Ja, dat vind ik wel, want facilitair gaat er bij ons ook wel meer op uit, maar ik denk ook wel dat onze ICT-afdeling, die wil ook echt heel erg doelgericht naar een locatie gaan. Ja. Terwijl als je ergens gewoon in een restaurant zit en wat. Gewoon, dat doe ik heel graag op locaties. In een restaurant en dan kijken wat er gebeurt. En
Ja, daar haal je zoveel informatie uit. Hmm. Je ziet hoe de medewerkers, dat ik soms ook wel denk van opleidingsniveau, niveau 2, dat ik de impact daarvan ook niet altijd helemaal door heb. Hmm. Dus je openstellen zonder dat je denkt, ik ga nu naar een woonzorgcentrum of een wijkkantoor en dan wil ik dit en dit en dit halen. Ja, zo werkt het niet. Daar voelen ze zich misschien goed bij, maar dat werkt het niet. Dus ja, dat zou mooi zijn als je gewoon ook wat vaker in zo'n zo'n setting waar de zorg echt bezig is. Gewoon observeren, opsnuiven, het beleven. Ja, en daar kunnen innovatoren denk ik als bruggenbouwers wel een rol in spelen hoor. Van trek een keer, zoals Luc doet, al is het dan een try-out is van iets. Hè, van iemand van wie je weet dat hij een bepaalde hobby heeft. Of ja, een hackathon-achtige setting. Hè, dat zie je soms ook wel eens opkomen zetten. Van als je zoiets regelt en je zorgt dat ICT en zorg elkaar in zo'n setting ontmoet, dan doorbreek je dat hopelijk. Ja, nou ja, ik zit mee te schrijven. Natuurlijk om dit ook allemaal de goede ideeën mee te kunnen nemen. Zo'n hackathon en met elkaar samen naar oplossingen kijken. Ik bemerk ook de gedachte, ik weet niet of jullie, dat is een vreselijke platte vergelijking, maar toch even genoemd, hè? Mannen van Mars, vrouwen van Venus. Hè? Zo'n leuk verschil tussen een andere wereld. Nou, daar zijn we natuurlijk ook alweer doorontwikkeld zo langzamerhand. Maar dit proeft ook een beetje zo. Hè? Van, het is een andere wereld, andere taal, andere. Die mensen kijken echt op een andere manier naar de wereld. Wat zijn nou, want ik hoor allemaal mooie voorbeelden en tips en praktijksituaties en ervaringen waar we volgens mij heel veel mooie voorbeelden uit kunnen halen. Maar zo specifiek over die taal in die wereld. Wilco, heb jij nog tips daarvoor? Is het nou echt een andere taal of zeg je nee? Nee, ik denk ik gelukkig steeds minder hoor. Wat ik al noemde, hè, van als je ziet dat leveranciers ook steeds meer van het inrichtings- en programmeerwerk voor je uit handen nemen. Dan als ICT'er krijg je echt wel, ja, schuif je wel op van het systeem naar het proces, noem ik het altijd maar. Want je zit echt wel meer te kijken naar het inrichten van systemen dicht op een proces. Gewoon velden in een systeem programmeren waar een zorgmedewerker een opmerking kan invoeren. Ik noem maar een voorbeeld. Dus een ICT'er die krijgt wel steeds meer op zijn bord dat hij denkt van, oh ja, ja, dat doen ze natuurlijk. Als iemand medicatie toegediend wordt, dan doen ze dat, want dan moeten ze iets invoeren. Ja, ik snap hem. Dus dat moet zo en zo staan. Dus ik denk dat die taal wel steeds meer naar elkaar toeschuift. En als ze toch nog denken van het is iets anders, dan kost het niet al te veel moeite meer om dat te doorbreken. Want als je dan een keer een proces bekijkt samen, zeg maar, van nou zorg is dat een zorgmedewerker uitlegt aan de ICT'er hoe zij dat nieuwe systeem gebruikt, dan begrijpen ze elkaar heel snel. Dus nee, ik denk dat we dat steeds meer los moeten laten hoor. Kijk, bepaalde niches in de ICT daar gelaten. Hè. Kijk, als je kijkt, data komt heel erg opzetten. Hè, de data scientists van deze wereld. Ja, dat vind ik dan weer iets anders. Hè. Maar ik kijk nou meer naar de wereld van de systemen in de processen en hoe je die moet beheren. Kijk, als je echt grote organisaties hebt waar je grote dataverzamelingen wil gaan koppelen en je wil daar allerlei algoritmes op loslaten, ja, dan krijg je daar weer iets meer afstand. Want dat is dan toch wel echt een wereld die wat verder van letterlijk van het bed af staat, zeg maar. Ja, dat zijn de echte eentjes en de nulletjes, ja. Die we moeten interpreteren met elkaar. Ja, maar ja. Dat noem ik dan maar de niches. Maar algemeen denk ik dat die taal eigenlijk al veel dichter bij elkaar staat dan wij dan we zelf denken. Ja. Ja, dan ook die data, daarbij is die context natuurlijk zo belangrijk. Dus ook die data scientist, die zal toch het veld in moeten, wil die de context van al die data kennen, herkennen. En dus die data ook ergens in kunnen plaatsen. Want nou, dat is natuurlijk een van de spannende dingen waar we naartoe gaan. En wat aan zou kunnen sluiten bij managers die heel erg blauw zijn, dat we steeds meer gaan sturen puur op die data, wat al jaren en dag natuurlijk gebeurt vanuit BI, maar hoe meer data we hebben en ook misschien wel cliëntgerichtere of zorgmedewerkergerichtere data over prestaties, hoe spannender het wel gaat worden, omdat we daarmee gemakkelijk een context kunnen vergeten.
Ja, ja, exact. Dus dat zou ook een thema kunnen zijn voor een vervolg. Ja, ja, dat volgens mij gaat daar wel veel in gebeuren. Nou, heb ik nog één laatste vraag. We zijn bij de laatste 4 minuutjes van dit eerlijke gesprek wat we met elkaar voeren. Ik maak me wel eens wat zorgen omdat het zo lastig is om dit thema aan te snijden. Hè? Van die oogjes van mensen, als ik hier naar vraag, die worden wel eens wat glazig. En dan is het van ja, nou, maar dat doen we allemaal wel, daar zijn we allemaal wel mee bezig. Wat is nou de gouden tip als we hier nou uit weglopen? En we zouden aan de zorg... innovatoren vanuit het hele setup-programma. Wat zouden we willen meegeven? Wat zou nou het gouden ei zijn waarvan je zegt, ja, maar daar gaat het om en zo kunnen we al onze collega's in de andere zorgorganisaties verder helpen. Wat is dat dan? Ik bedoel, tussen innovatie en ICT. Yes. Ja, gauw nu de kroegen nog open zijn... Een biertje pak drinken. Een pintje. Nou ja, mijn tip zou zijn omarm het. Omarm het. Want het is wat het is. Het groeit naar elkaar toe. Ja. Hè? Maar het was nooit helemaal. Het zijn gewoon verschillende. Het gaat dus niet om innoveren. Het gaat om veranderen. En dat is gewoon je te fixen. De growth mindset. Het is gewoon iets anders. Dus omarm het. Als ik met leveranciers aan tafel zit. Ik heb geen idee waar het soms over gaat. Dus dan zeg ik tegen zo'n IT'er van, joh, dus ja, dit doe jij, hè? Want ik begrijp er helemaal niks van. En ja, soms precies. Doe ik me bijna dommer voor natuurlijk. Maar goed, maakt niet uit. Maar vaak, en dat echt dagen diep, begrijp ik niks van, wil ik ook helemaal niet. Nee. En dan zo'n IT'er, die voelt zich helemaal fantastisch. Dus dan gaan wij zijn, hè, een kloddertje hier, een kloddertje daar, samen maak je een mooi schilderij. Dus mijn advies zou zijn, ik omarm het. Ik vind het fantastisch dat die mensen zo zijn. En soms ook irritant, maar ja, wie is niet af en toe irritant? Dus, goed. Ja, mooi. Ja, Wilco, laatste. Ja, ik helemaal eens hoor. En ik zou willen toevoegen van, als je dat dan omarmt, probeer gewoon dingen. Hè? Dus ga niet gelijk voor de silver bullet en denk van, hier moeten we staan volgend jaar. En druk er een heel programma in. Maar ga gewoon eens met kleine dingen aan de gang. En probeer samen wat dingen uit. En dan ontstaan er vanzelf ook grotere concepten en ideeën. Mooi. Dankjewel. Nou, dan is het volgens mij een mooi moment om dit eerlijke gesprek met elkaar af te ronden. Ik wil jullie hartelijk danken, Luc Voskendel, Merlijne Sonneveld en Wilco Brouwers, voor jullie aanwezigheid en bijdrage in deze bijeenkomst, in dit gesprek. Er komt ook nog wel een iets gezelligs jullie kant op. Dat vinden we natuurlijk ook altijd wel fijn om jullie weer even in het zonnetje te zetten. Omdat het toch altijd wel weer voorbereiding vraagt en ook jullie tijd. En dat is ook wel een belangrijke pijler van het setup-programma natuurlijk. Dat we de kennis en kunde met elkaar delen. En ook weer ervoor zorgen dat andere mensen weer zo'n stapje verder kunnen zetten. Dus ik wil jullie hartelijk danken voor jullie aanwezigheid en inzet. Dankjewel. Dank je wel. Yes. Ja.